komen nu in de ruimte van topchoreograaf William Forsythe en dan dit. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Dus Forsythe is al meer dan 10 jaar naast zijn choreografische carrière ook bezig met het ontwikkelen van een beeldend oeuvre. Dit is ik wil het jaartal nu kwijt zijn, maar dat is al een van zijn ouder werken, Defenders 2. Het bestaat, zoals je ziet, uit een heel groot aantal spiegels. Het is variabel, dus hier heeft hij het aangepast aan deze ruimte, maar er zijn er nog veel meer, dus ze kunnen ook veel grotere ruimtes aan. Die lichten horen er ook bij en wat heel belangrijk is, is ook het rode tapijt. Nu, dus in een vorige opstelling heb ik het gezien dat er een suppost aan de deur zat en die gaf je een jasje mee en dan moest je tussen die spiegels lopen en proberen te zien wat er op de rug van je jasje stond. Wat bleek verschrikkelijk moeilijk te zijn, dat lukte eigenlijk alleen als je toevallig een buurman had die weerspiegeld werd. Dat was ontzettend moeilijk. Nu, hier heeft hij daarvan afgezien, want hij vond de ruimte hier niet groot genoeg en hij vond het interessanter om het op deze manier op te stellen. Je moet maar eens rustig rondkijken, er zitten hier soms echt verbluffende dieptezichten tussen die spiegels die echt heel erg de moeite waard zijn. Het is... Ik kan mezelf niet zien. Ja. Dus echt nog steeds. Vol spiegels en je kunt jezelf niet zien. En, dus terwijl je dat probeert jezelf terug te vinden of jezelf te zien, krijg je duizelingwekkende beelden van spiegels die in zichzelf weerspiegeld geraken, maar eigenlijk nooit ziet je jezelf. Er zit een verhaal aan vast en het verhaal is een verhaal over het Zwitserland van Blocher en de anti-immigratiewet. Waar dus op een bepaald moment die politicus eigenlijk een wet wou laten stemmen waardoor niet-Zwitsers eigenlijk allemaal zo ongeveer weer aan de deur gezet werden. En als je nu eens mee komt terugkijken, dan ga je zien dat wat er eigenlijk gebeurt, het is een heel pakkend beeld als je het weet. Het is maar één van de verklaringen, hè, want dus ook het bewegen tussen is van groot belang. Maar kijk, als je zo kijkt, dan zie je een ijskoud berglandschap. Met de kleuren van de Zwitserse vlag. En het gaat over een land waar de mensen nooit naar zichzelf kijken en nooit nadenken over zichzelf. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest, maar het potentieel gaat veel verder natuurlijk. Het gaat ook over een soort beweging tussen en confrontatie met spiegels die uw beeld niet teruggeven. Het gaat voorbij de anekdote. Het gaat voorbij de anekdote, maar het is eigenlijk wel zo begonnen. En, ik vond het altijd een echt prachtig werk. En ik vind dan die anekdote voegt er wel iets aan toe voor mij. Heeft hij nu pas eigenlijk verteld en ik dacht van tja, dat is een soort mooie extra aanvulling. Knap. Je ziet, het interactieve aspect dat in heel veel werken in deze tentoonstelling zit, is hier eigenlijk in het onderzoeken en begrijpen wat eigenlijk welk kunstje Forsythe je flikte. Dus je moet je tijd nemen en plots zie je wat het eigenaardige eraan is. Je moet zelf bewegen. Je moet en ontdekken van nooit komt je eigen beeld tevoorschijn.